Mijn naam is Roos Dyson. Ik wist van kleins af aan dat ik in de paarden wilde gaan werken. Dus na mijn VWO-diploma ben ik de paardensportopleiding in Deurne gaan doen. Sinds enkele jaren werk ik op zelfstandige basis fulltime als instructrice. Bij Akasha Rijkunst heb ik nog een aanvullende opleiding gedaan en daarmee heb ik me gespecialiseerd in houding en zit. Achteraf gezien vond ik eigenlijk de volgorde van de twee opleidingen verkeerd, want hetgeen wat ik bij Akasha geleerd heb, is eigenlijk les 1. In dit filmpje ga ik aan de slag met Marleen Notenboom en haar paard BWR Wat Nou. Zij rijdt met dit paard Grand Prix Dressuur en we gaan eens even kijken wat er gebeurt als we les 1 toepassen op deze Grand Prix combinatie. Ik heb Marleen nog nooit les gegeven, dus ik ga beginnen met een analyse. Daarna volgen enkele oefeningen om te werken aan het bewegingspatroon van de ruiter. In de les heb ik met Marleen gewerkt aan een aantal dingen, met name aan de opstapeling van haar bekken en ribbenkast. Marleen rijdt nu met meer aanspanning in haar core, haar diepliggende spieren, waardoor de rest van het lichaam kan ontspannen. Hierdoor kan ze de bewegingen van haar paard fijner volgen. Het ruggebruik en de aanleuning worden hierdoor beter en ook zie je een mooie verfijning van de hulpen. Om een paard goed te kunnen trainen is het belangrijk dat je eigen lichaam goed functioneert. Zadels, hoofdstellen, hulpteugels, bitten en sporen zijn er in allerlei soorten, maar uiteindelijk is je eigen lichaam het belangrijkste trainingsattribuut. Daarom gaan we nu bij Axisports kijken hoe het met Marleens lichaam gesteld is. We beginnen met een echo, gemaakt door fysiotherapeute en dressuuramazone Ilse Stuits. We gaan met echo kijken naar je buikspieren, naar je stabiliserende buikspieren en naar de verhouding tussen je stabiliserende buikspieren en je bewegende buikspieren. En kijken waar de zwakke plekken zitten en hoe die het beste kunnen trainen. Oh. Je ziet kijkt dat je eigenlijk rechts meer spiermassa hebt dan links. Ja. Als je puur nu kijkt aan de totale omvang, was die rechts royaler aanwezig dan dat hij aan deze kant. Hi, ik ben Erwin, welkom van Axis. We gaan starten met een function movement screen. Ja. Dat zijn 7 oefeningen. Ik ga zijn voordoen. Ja. Daarna moet jij ze gewoon het nadoen. Ja. Dat is een screening, dus eigenlijk om naar voren te brengen. Of er bijzonderheden zijn kan mobiliteit, stabiliteit in alle gewrichten. Ja. Dus schouder, enkel, rug, knieën. I have a dream. I have a dream. I have a dream.